Hoi, Shanna hier, je Video Rangers voor vandaag. Superleuk dat je er weer bij bent deze week. Zoals je ziet ben ik in de rimba, maar ik heb weer een opdracht gekregen. Ik ben wel benieuwd wat in deze envelop staat, maar ik heb begrepen dat ik hier naar het verblijf moet komen. Dus ik ga even kijken wat het wordt. Hoi Shanna. Goedemorgen. Vandaag wordt het weer tijd voor een nieuwe opdracht. Ja. Om er eventjes puntjes te gaan scoren. Heb je de envelop al? Kun jij de juiste geweien aan de 3 juiste hertensoorten koppelen? Pas op voor 1 instinker. Oeh, nou dan snap ik ook waarom we nu hier staan, want hier zijn een heleboel hertensoorten geloof ik. Nou, ik ben wel benieuwd. Oké, dan moet ik dus het juiste gewei koppelen aan het juiste hert. Ja. Heb ik dan wel een voorbeeld van een gewei of moet ik zelf iets gaan tekenen? Alle herten die laten hun gewei, 1 keer per jaar valt het gewei er helemaal af en dan komt er een nieuw gewei. Dat groeit nieuw. Dat is kenmerk van een gewei. Ja. Je hebt horens en een gewei. Horens, een koe heeft horens, die blijven altijd op de koe zitten, zeg maar. Ja. Of op de stier, die vallen er niet af. En een gewei, dat valt er af 1 keer per jaar. Oh, en dan groeit die weer. Dus nadat hij gebruikt het gewei om in de bronstijd te imponeren naar andere mannetjes en eventueel een gevecht mee aan te gaan. En op een gegeven moment, als die bronstijd voorbij is, valt het gewei af en dan groeit er weer helemaal een nieuw gewei. Dan wordt het meestal weer een stukje groter dan het oude. Oh, okay. En ik heb hier een paar van die afgevallen geweien liggen, dus jij mag het juiste gewei bij de juiste hert zoeken. Okay. Oh, en op dit moment hebben ze allemaal hun gewei afgeworpen, dus het wordt voor jou iets lastiger. Hier hebben we deze, met een mooie ronde kromming. Die zien er wel vrij robuust uit. Dan deze. Oh, dat zijn echt van die Bambi-geweien. Dan deze. Die zijn wat kleiner. Hier, dan deze. Deze aan. Ja, als ik zo bereid zie, wordt dat nog helemaal niet makkelijk, denk ik. Oké, dan gaan we nu kijken welke herten hebben we allemaal. Want hoeveel herten lopen hier nou op dit veld? Er lopen hier op dit veld 3 soorten herten. Dus, en je hebt 4 geweien, dus er zit 1 bij, die loopt hier niet. We hebben 3 soorten. We hebben het lierhert, dat is een hele grote club die hier loopt. En dan hebben we het zwijnshert, die is wat kleiner. En dan hebben we de muntjak, dat is echt een heel klein hertje. En die loopt, nou die komt zo meteen. Okay, dus die lopen altijd bij de bandtanks en die komen er zo meteen aan. Oké. Daar komen ze aan, lierherten. Lierherten, zeg ik het goed? Lierhert, ja. Oké, die staan daar zo. Die schuilen zich een beetje. Zie je ze daarachter? Wel hele mooie sierlijke herten vind ik dit. Mooie grote oren. Maar ja, wat voor een gewei hoort daar nou weer bij? Moet ik je een tip geven? Graag, ja. Want ik ben zomaar aan het gokken eigenlijk. Ja, nou, je kunt in ieder geval aan de hand van de grootte kun je al, denk ik, ben je al een heel eind. Lierhert is genoemd naar zijn gewei. Ah, oké. Een lier, dat is toch zo'n instrument? Zo'n soort harpachtige instrument. Ja, volgens mij in de klassieke oudheid, dat zie je altijd die engeltjes daar ook mee. Ja. En op zich, dat nog niet zo'n hele gekke keus. Want het zijn wel een soort van ronde instrumenten. Met dan zo hier die snaartjes zo in zitten. Zou het zo zijn? Ja, ik ga toch voor die. Ja. Klopt dat? Ja, klopt. Dit is het gewei van het lierhert. Hij staat op zijn hoofd. Oh, kijk. Dit is zo met zijn kop. Ja. 1 gehad, dan komt de rest. Ik weet eigenlijk niet zo heel veel over herten, moet ik eerlijk bekennen. Oké, een zwijnshert. Nou, die waren dus vrij rustig. Ze zijn vrij rustige herten. Ja. Maar, vergis je niet. Zeker die mannetjes, als ze het gewei op hebben, dan kunnen ze er zich nog aardig voor weer. Oh, oké. Ja. Dus ze kunnen wel in die bronstijd hevig. Ja. Nou ja, ik denk eerlijk gezegd niet dat ze die hele grote lange hebben. Dat zou misschien een beetje gek staan. Hier loopt het mannetje. Oh, daar loopt het mannetje. Kijk. Daar komt het gewei vanaf. Oh ja. Wat zou jij dragen? Die? Denk het niet. Dat zal wel heel groot zijn. Of die? Nou, dat lijkt me op zich wel een mooie match. Ik denk eerlijk gezegd deze kleinere variant, omdat die wel heel groot is voor op zo'n wat kleiner hoofd. En deze past wel een beetje bij de stijl van het hert, denk ik. Ja, klopt. Ja? Dit is van het zwijnshert. Ja. Oké. Helemaal goed. En we hebben dus nog die hele grote. En we hebben het kleine schedeltje daar liggen. Oh, kijk. Echt een heel kleintje, zeg. Dat is nog een jonge muntjak, hè? Ja. En als je nou slim bent, het mannetje komt erachteraan en misschien heb je dan een idee. Dat je denkt van, hé, welke zal het zijn? Kijk, die heeft nog een soort van hoofdjes. Dit is alweer het nieuwe gewei dat komt. Dat is alweer een nieuw gewei, ja. Oké. En je ziet dat die alweer iets groter is dan deze, hè? Dit is nog maar een heel klein stukje. Ja. En dat is al een gewei. bij van een mannetje wat wel iets ouder is. Nou ja, als ik dan hier naar kijk en ook naar de grootte van deze schedel, dan denk ik wel dat dit een match is. Ja, dat kan niet missen nou hè. Ja. Dit moet een muntjak zijn. Nu hebben we nog een gewei over, dat hoort er dus niet bij. Maar waar is dat dan eigenlijk van? Ja, dat is een gewei ook van een hert bij in de dierentuin. Hè? Oh, misschien... het is geen Aziatisch hert. Oké, er staan daar wel ergens rendieren. Ja. Is het daarvan? Ja? Is het, oh, wow. Dit is het gewei van de rendieren. Wat mooi. Nou, en als we nu dan kijken naar hoe wat ik goed had, volgens mij een punt binnen. Volgens mij ook, ja, het is allemaal goed. Yes. Ja. Hey, dat is mooi. Nou, dan komen we weer een stapje verder tot de overwinning. Hopen dat Jeroen het allemaal niet zo goed doet. Nou, hartstikke bedankt voor deze. Gefeliciteerd met je punt. Ja, bedankt. Dat ga ik even vieren. En succes met de volgende opdracht. Nou, als je het nou een leuke video vond, kun je een duimpje omhoog hieronder achterlaten. Dan kun je nog veel meer video's zien als je abonneert op het kanaal. Dan kan je ook het filmpje van Jeroen zien. En natuurlijk zien hoe ik de overwinning behaal. En dan hoop ik je volgende week weer te zien. Ik was Shanna, jouw Video Ranger. Doeg!